Oh my god, mensen. Vandaag is donderdag. Dus zeg, wepla. Goedemorgen, deze morgen. Ja, nieuw dag, nieuw vlog. Ja, wat gaan we een keer doen vandaag? Vandaag gaan we een keer bij Leslie gaan, bij mijn nichtje en bij Emma. En we gaan een paar filmpjes bekijken. En ja, en dan zien we wel hoe dat verder gaat. We gaan dan waarschijnlijk ook wel iets eten. En dan misschien nog een filmpje kijken. Maar vanavond is het sowieso Razor Reel Film Festival. Dus daar ga ik zeker naartoe, maar dat is voor in een andere video. Vandaag is het gewoon zo een dagje chillen bij mijn nichtje. Ja, gewoon op het gemakje zo. Dus we gaan dat gewoon doen. Allee, tot zo beet. Let's go. Yo. Voilà ze mensen, we staan alweer buiten. Hier is ze, Wolverine. Waarom wij een t-shirt, hè? Maar hij dat weer haalt. Drommelmarkt. Drommelmarkt. Hoeveel heb je betaald? 7 euro. 7 euro, weet veel. En, en ja, Leslie wil mij hier iets tonen. Ja, hey, toon het. Aan gezinsuitbreiding gedaan. Gezinsuitbreiding. Hoe kun je Hulde gezinsuitbreiding doen? Je bent met twee foefjes. Hoe kun je nu... Dat is heel onverwachts. Allee, toon een keer. Konijntje. Hola. Ik heb het nog nooit in het echt gezien. Het is wel koud van die biecht. Ja. Allemaal, hoeveel zijn er? Zes. Zes konijntjes. Oh. Schoon, hè? Allee, ja, als je dat wilt in je leven. Oh, niet als onverwacht. Dus de mama zit erbij. Ah, dat is de mama hier. Dat is de mama. Een bol oor. Ja. En waar is de daddy? Ah, die is... En daddy is daar. Allee, we gaan best ook kijken naar een daddy. En noem ze? En noem je die konijnen? Maar dat is wel mijn man. Strafkamp. Jij zit hier alleen, matje. Eerst moet je poepie doen en dan vlieg weg. Oh. Kijk, kom maar wat om je krabben. Maar hij is een klutzak, maat. Ik kom hier nog maar zus binnen. Allee, wat is dat voor kat? Ik kom nog maar zus binnen en hij valt mij alweer aan. Ik haat. Het is misschien de schoonste kat van de wereld, maar ik haat hem. Jongen toch. Zo'n wilde katten dat is. Bij zak. Ja, goed. We zijn hier voor films te kijken, hè. Ja. Niet voor konijnen te zien en ambetante beesten, hè. Maar Poesje gaat bij u liggen, hè. Nee, katten komen niet bij mij. Ik betrouw die kat niet. Dat is ook geen kat meer, dat is een halve leeuw. Koba. Het is eigenlijk echt een koba vanuit The Lion King, de slechterik. Nee, dat is Scar, hè. Ah, oh yes, Koba. Ah, nee, Koba is... slechte naaf. Ja, dat is wel waar, kijk, ik ben een slechte op. Ja. Jij bent een slechte op. Jongens, toch. Goed, allee, movie time. Let's go. Yo. We gaan dus die film kijken hier, Promising Young Woman. Voilà, omdat dat spreekt Emma het meest aan, dus we gaan naar dat kijken. En normaal, daarachter gaan we kijken naar Don't Worry Darling. Dus al twee films dat ik nog niet gezien heb. En Leslie heeft een lekkere Coca-Cola zero cafeïne voorzien voor mij, want ik mag geen cafeïne drinken. En nog lekkere druivekjes. Dat zijn verder geen druiven meer, maar een groene pingpongbal. Want amai, dat is toch niet normaal hoe groot dat is tegenwoordig. Is dat eigenlijk nog natuurlijk of... Zo bol, jongen. Ja, man. Maar... Wel mega lekker, hè. Hoe? We gaan beginnen kijken naar de film. Let's go. Yo. Dus ja, film is doen. En wat pijs hij van die film? Dus moet ik mijn gedachte zijn of jij? Ja, zeg maar. Dus als ik die trailer zag van die film, A Promising, hoe noemt dat? A Promising Young Woman? Of A Promising Woman? Ja, ik weet het ook niet meer. Als ik dus de trailer zag van die film, dacht ik dat dat over
een of andere seriemoordenaar hing die, of moordenares, moet je dat zo zeggen? Mm-hmm. Moordenares, die man lokte eigenlijk naar bedden of in onderbedden en dan vermoordde of wat. Ik dacht echt dat 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 was. Maar het is iets volledig anders. Het is geen slechte film. Het zit zelfs goede twisten en al. Maar ja, het is nu ook niet. Die film heeft 6 Oscar-nominaties, waarvan 1 gewonnen. En ja, voor dat nu zo'n topfilm te noemen. Het is geen slechte film, maar ik weet niet. Ik vind dat geen topfilm. Ja, ik vond hem goed voor één keer te zien. Maar... Ja. Ja. Maar ik vond het wel entertaining. Ik zou niet nog een keer bekijken. Nee, ik ook niet. Maar ja, kijk, het is wat het is. Hoe laat is het ondertussen al? 13:31. Kunnen we nog een film zien van 2 uur? Ja, hè? 1:30, ja. 14:30. Oh, hoe laat moet je vertrekken? 15:15. Ga ik even kijken naar die andere films, hoe lang dat als duurt. Hè? Nou, dat is nu zelfs nog pauze. Het is dat. Oké, dan gaan we beginnen aan de volgende film. Het zal een rare vlog zijn, maar... Ondertussen hebben we ook al een bordje spaghetti gegeten. In de zetel, gast. In de zetel. Gelijk echte. Zal wel. Zal wel zijn. Goed, allee, op naar de volgende. Let's go. Dus de volgende film. Ja, ik sta hier in mijn onderbroek. Een donkerhol. Wat zeg ze? Ik sta hier in mijn onderbroek in een donkerhol. Yo. Dus de volgende film dat we gaan kijken is Chained. Ik heb die een keer gekocht op de rommelmarkt. En er staat bij: The finest serial killer chiller this century. Oh shit. Na een bezoekje aan de bioscoop neemt de 8-jarige Tim en zijn moeder een taxi naar huis. Voilà, meer of niet betalen. En... dus ja, dat is een film dat we dus een keer gekocht hebben op de rommelmarkt. En we hebben vanachter gelezen en ja, het zag voor mij wel iets spannend uit. Moest je geen monnik gezien hebben, laat het een keer weten of dat een goede film is of niet. Hè. Goed, allee, we gaan... Dat heb ik gekocht op Facts. Toen een keer. Dat heb je gekocht op Facts. Mm-hmm. Vond dat mooi. Lesbian statues! Was op die lesbo stand. Oké. En dus ja, we gaan aan Dien kijken. Allee, tot een beetje later, hè. Salut. Hoi. Dus ja, we hebben die film hier gezien, Chained. Dus nog een keer, we hebben dat gekocht op de rommelmarkt, prijs voor 1 euro of zo. Goeie film, hè? Ja. Dat was echt een mega goeie film. Dus je kunt hem ook kopen op Amazon, heb ik al gezien, op Blu-ray. Dat is echt een mega goeie film, goeie twist erin, goeie weer... Ja, erg ook, gewoon erg. Een vree film. Mijn hart en mijn hen kosten. Ja, het was wel een vree filmpje, echt waar. Ik had dat tot... En Anouk, Anouk was eigenlijk nu... Lieslotte, nee. Leslie dacht dat ging over iedereen die obsedeerd was door een game. Ik dacht dat het een game was. Het is eigenlijk echt seriemode naar, weet ik veel allemaal. Niet normaal. Niet normaal. Goeie film. En nu gaan we naar huis. En hoe einde? Hoi!